Hallo iedereen en welkom in deze reading voor het teken van Waterman. Deze reading, de boodschappen zullen gaan of zijn eigenlijk voor over een periode van 3 maanden. Dus vanaf nu tot eind maart. Waarom? Omdat als ik dergelijke readingen elke maand of elke week zou doen, dan zou ik eigenlijk veel te vaak dezelfde boodschap geven. Omdat energie vloeibaar is. Dus dit is voor de zodiac Waterman. Dus dat betekent dat ofwel jij van je tweeling een zonneteken als Waterman heeft, maar ook bijvoorbeeld de Noordnode. Want ook de Noordnode is ook nauw verbonden met onze tweelingvlamconnectie. Ik ben aan het denken wat ik nog moet zeggen. Dus wat gaan we doen in deze reading? We gaan kijken waar de mannelijke en de vrouwelijke energie zit in hun schaduw voor de komende, laten we zeggen, 3 maanden. Hoe dat de energie in de connectie zit. Waar dat dan het bewust denken van de mannelijke en de vrouwelijke energie is. En dan boodschappen van de mannelijke en de vrouwelijke energie en omgekeerd. Dat zijn de belangrijkste punten die we gaan bekijken. En we gaan er onmiddellijk gaan invliegen. Dus wat is de schaduw voor de mannelijke energie bij een deze Waterman-connectie? Wat is de schaduw voor de mannelijke energie in deze Waterman-connectie? Oep. En dan krijgen we de 2, dan gaan we aan deze kant leggen. En wat is de... Ik voel dat er heel veel dingen ook rond communicatie zijn in deze connectie, want ik heb heel tot een krop in mijn keel. Maar we gaan eens kijken. Wat krijgen we? We krijgen vibratie met energie en positieve actie. En de magier, performer, met creativiteit, illusion en power. Maar die lag nog ondersteboven. Wat daarmee ook eerst opvalt is 3 en 1. Dus januari en maart. Dus, wat gaan we zien in de mannelijke energie in deze connectie? Is dat in januari meer in het focus gaat staan rond het creëren. Dus dat daar de focus meer mag naartoe gaan voor de mannelijke energie. Dus vanuit de verbinding met de vrouwelijke energie. En dat dan eigenlijk de actie die hier ondernomen wordt, gaat evolueren naar maart. Waarin dat dan ook energetisch gezien ook echt heel duidelijker gaat worden. Veel meer aanwezig zal zijn in de connectie. En de vrouwelijke energie die krijgt healing met service to others. Maar hier ook 2, met af natuurlijk, maar ook dus februari. Maar vooral ook de innerlijke healing verder. Dus de healing tussen de eigen mannelijke en vrouwelijke energie in zichzelf. Want uiteindelijk is dat nodig om dan van dienst te kunnen zijn voor anderen. Ja, we gaan het zien. Wat we nog kunnen aan toevoegen. Om extra boodschappen te kunnen meegeven. Als je dergelijke readingen leuk vindt, laat het mij weten aan de hand van een likeje of aan de hand van een comment. Dan weet ik dat ik dit ook nog op verdere of meerdere basis verder kan en mag gaan doen. Want het is onnozel om iets te doen waar niemand iets aan heeft of niet leuk vindt natuurlijk. Gelukkig vind ik zelf dit leuk om te doen dus. Dat is waarschijnlijk ook een thema in deze connectie. Doen wat je leuk vindt. En ik voel al de dingen dus onmiddellijk al... de kaarten waarop zij zit leggen. Om onmiddellijk ook al de kaarten voor de vrouwelijke energie te trekken. Ja. Omdat deze connectie eigenlijk de focus de komende 3 maanden gaat ook zijn in de energie. Niet zozeer in het fysieke, maar echt in de energie. En daarom word ik ook gevraagd, voel ik ook de neiging om het constant naast elkaar en tegelijkertijd te doen. En dus niet echt als 2 aparte identiteiten te gaan zien. Want dat is een van de lessen dat je te leren hebt in deze connectie. Om te vertrouwen op de eenheid die er is in die hogere energieën, in die 5D en hoger. Want dat is nodig om uiteindelijk tot een fysieke
een fysieke connectie, fysieke eenheid te kunnen komen. En dat zien we eigenlijk ook in die kaarten. Dat is wel nu de 7 van bekers, de 5 van wanten en de 10 van zwaarden, maar omgekeerd. En hier hebben we de doodskaart, de ridder van bekers en de 9 van zwaarden omgekeerd. Dus je ziet, 10 is eigenlijk het meeste van zorgen en lasten dat je op zich kan hebben, maar het ligt ondersteboven. En bij de vrouwelijke energie is dat de 9 kaart. Wat is de boodschap? De boodschap is dat dus de vrouwelijke energie met die doodskaart doorheen eigenlijk een diepe transformatie gaat gaan de komende 3 maanden. Nog weer dieper. Dat gaat daar heel emotioneel ondersteboven gooien. Maar dat dient ervoor eigenlijk om een stuk uit die mind te komen. En om de focus weg te halen van de connectie. Waarom? Omdat die innerlijke healing bij de vrouwelijke energie nu belangrijk is. Daar moet de focus liggen. En zowel bij de mannelijke energie als de vrouwelijke energie, wanneer je het ziet als 2 verschillende personen, is de healing van die vrouwelijke energie nu in eerste instantie nodig. Want ook zien we hier de mannelijke energie, als we het hier opsplitsen, die krijgt ook de 7 van bekers. Dus die moet ook naar binnen gaan om te gaan voelen van, ja, wat is het? Wat zijn de dingen in mijn leven die mij vervulling brengen? Wat zijn de dingen die ik graag doe? Weet je, ik heb dat daarnet niet toevallig, hè? Maar heb ik daar iets over gezegd? Zodanig dat ik de mannelijke energie leert om al die verschillende dingen waar dat hij naartoe getrokken wordt, om zijn energie niet meer te versplinteren, maar om die op een gefocuste manier te gaan creëren. En daarom dat we daarnet ook die magier maar ondersteboven kreeg. Want dat is nodig. Je moet eerst je visie helder hebben om uiteindelijk tot een manifestatie te kunnen komen die dan weer die diepe vervulling brengt. Die dan ervoor zorgt dat je positieve actie gaat gaan ondernemen. En dus de mannelijke energie, zijn energie is veel te veel versplinterd. Waardoor dat je natuurlijk dus al die zwaarden, die 10 zwaarden, constant maar blijft voelen. Normaal gezien 10 zwaarden is eigenlijk het einde van zorgen, het einde van lasten. Maar ik voel dat dat hier nog niet is. Waarom? Omdat er eigenlijk nog geduwd wordt in dat stuk nog dieper gaan van wat is het nu dat ik wil? Wat verwacht ik nu van mijn leven? Wat vind ik belangrijk? En dat wordt natuurlijk weerspiegeld bij de vrouwelijke energie, omdat die heel diep geduwd wordt in haar eigen verdere healing. Oké, ik ben eigenlijk wel eens benieuwd hoe dat er gaat komen voor de energie, maar voor de connectie. We zien ook ondersteboven de higher self. Dus zowel mannelijke als vrouwelijke energie moeten eerst die verbinding weer vinden met hun eigen ziel en hun hogere zelf. Ik voel dus ook dat, en dus eigenlijk die passie weer in zichzelf terugvinden. Ik voel ook dat dat hier een connectie is bij waar die eigenlijk een stukje, ik zou willen zeggen, aan het begin staat van de ontwikkeling. Dat kan misschien zijn dat jullie heel nieuw zijn, dat je nieuw bent in het stuk rond tweelingvlammen of tweelingzielen, dat je nieuw bent in het stuk rond zielsconnecties, of dat iemand is dat je maar net ontmoet hebt. Dus pas dat toe zoals dat voor jou van toepassing is. Dat zal ook niet voor iedereen zijn. Maar dit is dus kijk, ook weer. Die connectie met het hogere zelf, die verbinding van de mannelijke energie met de vrouwelijke energie. Hè? Want dat is hetgeen wat jullie overvloed zal brengen. Maar dat is dus nu nog niet, dat is er nog niet. Wat is dan moeten weten over de energie in deze connectie? Wat is er nu? En dan kregen we de kaart dat we daarnet ook gezien hebben. Dat moeten we nog zien. Het is het mooie dat dat een 3 kaart is. 3 is ook het getal van manifestatie. En 3 gaat ook over de mannelijke en de vrouwelijke energie die samenkomen. En een derde entiteit, een derde energie creëren, de energie van de connectie. Je ziet hier ook zo het infinity teken, het oneindigheidssymbool, maar dat is eigenlijk niet volledig. Dus wijst ook weer op het stuk waarin dat de beiden moeten eigenlijk mogen, moeten, jullie moeten natuurlijk niks, moeten dus leren, ja, kijk net zeggen, om op een goede manier te gaan denken over de connectie. Om te leren te balanceren.
om te leren wat dat de dynamiek van een tweelingvlam of een diepe zielsconnectie, hoe dat dat eigenlijk werkt en wat dat betekent voor je eigen zielsgroei. En dus alle dingen waar we vroeger van geprobeerd hebben om het te doen vanuit dingen die je weet van relaties, dat je beseft dat dat eigenlijk nu op deze manier totaal niet meer gebeurt. De Eight of Flames heeft normaal gezien te maken met hele snelle communicatie, heel snelle verandering. En dat is iets die heel snel kan gaan gebeuren, vooral omdat het hier ook gaat over de energie. De flames gaat over vlammen. Hè. Dan hebben we hier de verbinding met jezelf, met het hogere zelf, de verbinding tussen mannelijk en vrouwelijke, om een derde entiteit, een heilige relatie te creëren. En dan hebben we hier de gedachten. En dat is eigenlijk de gedachten waar jullie allebei, want dat is iets dat je gemeen hebt in de connectie, waar jullie allemaal eigenlijk lessen over aan het leren zijn, want daarom is het ook de adept, dus de leerling. Want je ziet ook, je denkt hier de bol, het staat eigenlijk symbool voor de gedachten. En daar is hij al ridder of koning, laat ons maar zeggen. Maar hij denkt er nog over na, hij is de belangen nog niet. Tenminste, een beetje denken aan het beeld van een magier met die mantel en zo. Dus het is echt een energie. Dus de energie van de connectie toont ook weer dat hier eerst een aantal stukken en dus een aantal zaken moeten gebeuren in ieders healing. Dus binnen ieder healing. Dus de healing voor degene die kijkt en ook de healing bij degene waarvan dat jou, voor wie dat je wilt meer informatie weten of kijken. Dus als er hier ook geen contact is of er is een of andere scheiding. Weet ook dat dit ook bedoeld is in jullie connectie op dit moment. Waarom? Omdat nu super belangrijk is dat je allebei werkt aan jezelf. Dat je allebei naar binnen gaat en die verbinding met je hogere zelf, met je ziel, eigenlijk gaat gaan herstellen. Ik ging zeggen weer gaan versterken, maar het is eigenlijk zelfs herstellen. Dan, wat is het dat de mannelijke energie op bewust niveau denkt? Wat is het dat de mannelijke energie op bewust niveau denkt? Wat is het dat de mannelijke energie op bewust niveau denkt? Ja. Dat is de Princess of Discs, maar omgekeerd. Ik heb het gevoel dat de mannelijke energie eigenlijk zelfs hier nog niet zozeer bewust is dat hij in een diepe zielsconnectie zit. Omdat hij nog te veel gefocust is op andere dingen. Die gaan dus in zijn leven. En dan krijgen we ook de Two of Discs met change, dus verandering. Dus dat wil zeggen dat hetgeen wat hij hier nog niet volledig bewust van is. Want hier zie je ook die yin-yang teken hierin en ook die slang helemaal opgerold. En dat zie je ook hier terug. En dan zie je hier de leeuw en dus de mannelijke en de vrouwelijke energie eigenlijk nog niet samengekomen. Waarom? Omdat hij eigenlijk nog niet volledig bewust is dat de vrouwelijke energie, dat dat eigenlijk de liefde van zijn leven is. Of dat dat die spiegelziel is, of die tweelingvlam is, of wat dan ook. En dat gaat in de komende periode, dus tussen nu en eind maart, gaat er daar een verandering in gebeuren. Waardoor dat deze mannelijke energie eigenlijk zijn ogen gaat openen en bewust gaat worden van, ah, maar er is hier iets speciaals in deze connectie. Hoe komt dat? Dat ik constant aan die vrouwelijke energie, aan haar, ik ga het zo zeggen, het kan ook omgekeerd zijn. Hè, dus als ik zeg hij en hem, of haar en zij, heeft het niks te maken met geslacht, maar wel met energieën. Dus pas dat dan toe hoe dat voor jou past, hè. Maar dan gaat hij zeggen van, ah, hoe komt het dat ik gewoon constant aan haar moet denken, dat ik dat gewoon niet kan loslaten. En dan ga je ook zien dat niet alleen de kundalini geactiveerd wordt om hem uiteindelijk in een koning te gaan laten transformeren, maar er moeten nog heel wat dingen weggebrand worden en veranderd worden. Hè. Daarom ook die Eight of Flames, heel snelle verandering, om in de volgende fase dan te kunnen samenkomen of verder te werken aan die connectie. Dus ook hier zie je ook weer het belang van het innerlijke werk aan jezelf. Stukken en schaduwen in jezelf gaan helen, zodanig dat je die zwaarden niet meer zo heel hard op je wegen. Dus die zwaarden hebben te maken met gedachten, met de mind.
Dus dat je dat kan loslaten. En wat zien we? We krijgen hier de King of Discs. En dat is ook weer die spiegeling. Hier hebben we de Princess of Discs. Hier hebben we de King of Discs. Dus vrouwelijke energie, mannelijke energie. Maar in de verschillende energieën eigenlijk. Hè? Want eigenlijk is het de vrouwelijke energie, de mannelijke energie. En hier krijgen we de vrouwelijke energie en hier krijgen we de mannelijke energie. En die ligt ook omgekeerd. Dus ook voor de vrouwelijke energie net hetzelfde. Focus niet te veel op het fysieke in dit moment, want daar ligt niet je prioriteit. Ook al is dat hetgeen waar je gedachten je naartoe trekken. Doordat je misschien de vrouw als vrouwelijke energie wel al enigszins bewustzijn hebt of voelt van dat er hier iets speciaal aan deze connectie is. Wat moeten we nog weten voor de vrouwelijke energie in deze connectie? Geduld, dat is hetgeen dat we, voilà, dat we krijgen. En dan krijgen we de Queen of Discs omgekeerd en de Hierophant omgekeerd. Ja. Waarom? Omdat diepe zielsconnecties, zoals de tweelingvlammende eenden is, die zijn hier gekomen om heel veel stukken rond templates van relaties en hoe dat relaties zou moeten gaan en wat dat liefde is en de voorwaardelijkheid rond liefde om die allemaal te gaan transformeren. En dus daarom krijgen we al die dingen hier ook omgekeerd. Dus de queen, en je hebt een koning en een koningin in de vrouwelijke energie. Dus eerst moet je jouw eigen koning en je eigen koningin worden van het element aarde, maar ook van andere elementen. Excuseer, want het is de bedoeling dat je die empress wordt, die hoge priesteres wordt. Om dan vervolgens al de dingen waarvan dat je altijd aangenomen hebt en al de conditioneringen, dat je die kan gaan transformeren. Want het is pas dan dat je gaat zien dat ook in de mannelijke energie heel veel dingen gaat gaan veranderen. Dus onthoud, in diepe zielsconnecties is het altijd de vrouwelijke energie die leidt in de energieën, dus in 5D en hoger. En van daaruit gaat de mannelijke energie dat gaan weerspiegelen in de 3D en lager. Nooit omgekeerd. En dat maakt natuurlijk dat als vrouwelijke energie het lastig is, omdat je uitgedaagd wordt om in overgave te gaan en niets te controleren, om te vertrouwen, om de mannelijke energie, hoe lastig ook en hoe lang dat ook duurt, de tijd te geven en de ruimte te geven om zelf door zijn eigen stukken en zijn eigen schaduwen en dus zijn eigen proces te gaan. En dat is hetgeen dat je ook ziet. Hè. Dus de liefde die er stroomt tussen jullie beiden gaat ervoor zorgen dat die mannelijke energie getransformeerd wordt in die echte koning die eigenlijk diep van binnen is. Maar dat hij zelf ook nog geen feeling en geen verbinding mee heeft. Dan de boodschappen van de mannelijke energie aan de vrouwelijke energie. Het voelt alsof ik jouw liefde niet verdien. Ik ben bezorgd dat je me gaat verlaten als je echt ziet wie ik ben. Dat is iets inderdaad die bij vele mannelijke energieën zo is. Bij vrouwelijke energieën ook, maar dus bij mannelijke energie nog meer. Onze missie is om onvoorwaardelijke liefde te zijn. Alle programmering die uit te zuiveren. Dus alle programmering uitzuiveren is een belangrijk onderdeel in het openen van ons hart. En dat is wat ik daarnet ook gezegd heb. Ik ben dat aan het waken. Ik weet al meer dan de dingen die ik jou laat merken. Of de dingen die ik jou zeg als er communicatie zou zijn. Maar ik heb niet het gevoel dat er hier heel veel communicatie is. En althans, al zeker niet over de dingen die gaande zijn op emotionele en energetisch vlak. Net omwille van het feit dat er eigenlijk op bewust niveau bij de mannelijke energie nog niet veel bewustzijn of kennis daarover is. En nog een belangrijke boodschap van de mannelijke energie aan de vrouwelijke energie is dat de planeten ons activeren om verder te healen en om ons dichter bij elkaar te brengen. Geef je over aan veranderingen. En dat is ook zo. En zeker ook morgen is het ook volle maan. En er zijn ook weer verschillende planeten die retrograde lopen. Dus dat betekent dat ze vertraagd vooruit gaan. Waardoor dat we meer de kans krijgen om over dingen na te denken. Over dingen te gaan voelen en naar binnen te gaan.
Het is ook niet zo verwonderlijk dat ik geleid werd om de luchttekens nu eerst te doen, nadat ik de watertekens gedaan heb. Omdat ik ook voel dat, zeker nu bij jullie als waterman, dit echt belangrijk is dat jullie weten dat nu de tijd is om naar binnen te gaan. En dat je dan op die manier ook gebruik kan maken van die planetaire verschuivingen. De boodschappen van de vrouwelijke energie en de mannelijke energie, en let op, dat kan ook voor jezelf belangrijk zijn. De vrouwelijke energie zegt, ik voel dat je jou terugtrekt en dat triggert mijn angsten. Kijk, dat je mij voorgoed zal verlaten. En dat is exact hetzelfde wat de mannelijke energie ook ervaren en gevoeld heeft. Een andere boodschap van de vrouwelijke energie naar de mannelijke. Ik kan onze liefde in 3D niet valideren totdat ik onze spirituele liefde in 5D begreep. Geef mij de tijd om dit aspect te ontdekken, zodat ik een sterke spirituele partner voor jou kan zijn. Wat had ik daarnet gezegd? Dat is de taak, dat is jouw taak nu. Te leiden in VFD, daar meer vertrouwen en zelfzekerheid krijgen. En dan gaat de mannelijke energie dat weer spiegelen in de 3D. Ik zie verschillende synchroniciteiten, zoals jouw naam of 1111. En ben aan het uitwerken wat dit allemaal betekent. Er kunnen ook andere synchroniciteiten zijn. Hè? Dat zijn nu voorbeelden. Oh, ik krijg er nog twee. Ik wil met je praten, maar ik ben niet zeker of je klaar bent om alles te delen. Of ik klaar ben om alles te delen. En om jou de antwoorden te geven dat je verdient. En omgekeerd. I'm walking home to you. Dus ik ben... Waarom zeg je dat eigenlijk in het Engels? Ik ben naar jou naar huis aan het stappen. Ik kom thuis bij jou. Maar ik ben niet zeker waar ik ben op het pad dat ik aan het lopen ben. En ik voel, omdat ook om een keer ondersteboven lag, dat het eigenlijk een boodschap is voor allebei. Dus dat is eigenlijk het stukje waar dat jullie allebei nu op dit moment en de komende periodes gaan rondwerken. Gaan mee aan de slag gaan. En dan gaan we nog eens zien wat de vlammen zijn, wat de energieën zijn waar je mee wil kunnen samenwerken of waar je mee kan aanroepen. Als je nog niet weet wat de vlammen zijn, dan is er hier op YouTube een serie die daar uitleg over geeft. Of je kan het boek 96 vlammen aankopen als dat meer jouw ding is. Ik zie dat er hier veel vlammen zijn, maar ja, dat is ook niet abnormaal. Of je kan het programma Universele Vlammen aanschaffen. En dan leren gedurende 9 weken of eindelijk in een periode verspreid over een periode van 9 weken en 7 modules. Werken met de hoofdvlammen en van daaruit dan ook met de andere vlammen. Dat kort gezegd zijn. Dus wat zijn de vlammen of de aardsengelen of de stukken kernwoorden waarmee je kan werken? Dat is aardsengel Uriel met deze kleuren. Dat is een mengelmoes van verschillende kleuren. En dat heeft te maken met overvloed. Dus het is belangrijk dat je inderdaad overvloedig voelt. Maar ook cleansing, dus jezelf je energie leren reinigen. Stukken rond, tussen jullie zelf ook uitzuiveren. De koord die er is tussen tweelingvlam en tweelingzielen. De gouden koord, die kan je nooit verbreken. Maar wel alle toxische koorden die zouden aangemaakt zijn. Aartsengel Raphaël en deze vlam. Dan hebben we aartsengel Metatron. Ah, oké, ik snap hem. Deze zijn meer voor de mannelijke energie. Deze is voor de connectie, wat dat logisch is. Want dat is de diamantenenergie. Dat is de energie van eenheid, bewustzijn, van onvoorwaardelijke liefde. Met aartsengel Metatron en Mercy. Dus genade, heb genade voor jezelf. Heb genade voor jouw counterpart, dus voor je wederhelft. Of ook voor jezelf. En geef elkaar de tijd om doorheen eigen stukken te werken. En wat hebben we dan voor de vrouwelijke energie? Dat gaat over integriteit en joy, dus plezier. En aartsengel Ganiel en aartsengel Jofiel. En dat zijn deze twee kleuren, een robijnrode en geel-oranje vlam. Je ziet ook weer diezelfde boodschap. Balans en dolfijnen staan ook het teken voor hogere zelf. Dus zoek eerst die verbinding in jezelf. En dan gaat die mannelijke energie dat sowieso gaan weerspiegelen. Wat ik ook zie, en het mooie aan is dat hier abundance ook binnen mannelijke energie ligt, is omdat uiteindelijk, doordat jij het werk doet, gaat de mannelijke energie in staat zijn om overvloed van zichzelf te creëren, die dan sowieso gaat terugkomen in de connectie en eigenlijk ook een stuk voor jou gaat gaan dienen als vrouwelijke energie. Waarom? Omdat eigenlijk de koning die je aan het creëren bent via jouw eigen innerlijke energie, er ook is om jou te dienen, om jou aan jou te geven. En dat is een stuk waarom je ook moet leren dan,
om als vrouwelijke energie echt in die overgave te gaan en echt leren te ontvangen. Voilà, dat was voor deze reading. Als je een persoonlijke reading wilt, om meer informatie rond je eigen schaduw, rond je eigen patronen en wat dan meer te hebben, of je wenste healing, dan kan je dat reserveren via de linkjes onderaan de video. En dan zie ik jullie in een volgende video. Dag!